Ik heb een vraag van Oscar gekregen. En Oscar die zegt, wat zijn goede en goedkope klantenservicebedrijven? Oftewel, waar kan ik goedkoop mijn klantenservice uitbesteden aan welk bedrijf? Mijn ervaring, en dat zegt niet dat het zo is, maar mijn ervaring is dat als jij je klantenservice uitbesteedt aan een klantenservicebedrijf, is dat je heel veel standaard antwoorden krijgt, dat het allemaal heel gestructureerd is, nooit echt persoonlijk is en dat de service niet A+ is, dus dat het niet perfect is. En daarnaast dat het niet echt heel goedkoop is. Dus bijvoorbeeld je telefoontjes wil uitbesteden aan een externe partij en je krijgt 100 telefoontjes per dag, ja, dan ben je zo 200-300 euro per dag kwijt voor mensen die je telefoontjes beantwoorden. Terwijl als je iemand zou inhuren of dat je zou uitbesteden aan een freelancer of wat dan ook, ben je veel minder geld kwijt, heb je veel meer persoonlijke touch en is het een stuk beter. Maar ja, goedkope bedrijven om het aan uit te besteden bestaan niet echt. Die bedrijven die dat echt voor je doen. En nogmaals, als jij een betere tip hebt of als jij andere ervaring hebt, laat het hieronder even weten, want ja, ik weet ook niet alles. Maar mijn ervaring is dat het beter is om het uit te besteden aan een persoon of echt aan een freelancer bijvoorbeeld, of desnoods iemand aan te nemen. Dat is niet direct mijn advies, maar freelancers zijn altijd, ja, over het algemeen meer dedicated om iets goed te doen dan bedrijven waar 100 man achter een telefoon zitten. Heb je nooit die persoonlijke touch. En in deze tijd denk ik dat die persoonlijke touch heel belangrijk is. Kijk, ik daarmee je vraag heb beantwoord. Ja, je vraagt inderdaad van wat moet ik doen? Bedrijven of is freelancer misschien beter? Nogmaals, ik raad je zeker aan om daarmee te gaan experimenteren en op die manier je klantenservice uit te besteden. Nou, dat kun je doen bijvoorbeeld naar freelance.nl te gaan. Maar de realiteit op freelance.nl is dat je heel veel reacties gaat krijgen op jouw vraag. Dus als jij daar een vraag stelt, goh, ik ben op zoek naar iemand die mijn klantenservice wil doen, twee keer per dag mijn e-mails wil beantwoorden, misschien telefoons wil beantwoorden of wat dan ook, dat je 30-40 reacties binnen een dag krijgt van hele goede mensen die allemaal ook de hoofdprijs vragen. En mijn ervaring met freelance.nl is dat er ongeveer 10-15% in de juiste price range zitten, dus een stuk goedkoper zijn dan de rest, en die niet per definitie heel slecht zijn. En wat ik je dan zou aanraden om te doen is om met die mensen te gaan werken. Geef ze één keer een klein opdrachtje, laat ze een bepaalde mailbox beantwoorden, wat dan ook. Kijk hoe het werkt en ga dan uitbreiden en bouw een relatie op met die mensen. Want met freelancers, maar ook met bedrijven en met personeel, alles draait om een relatie. Dus dat je een goede relatie hebt met de mensen met wie je werkt. En begin klein, geef ze kleine opdrachten in plaats van laat ze direct je hele bedrijf runnen. Begin klein en vervolgens kun je grotere dingen aan ze uitbesteden. En dat is een klein beetje mijn advies. In ieder geval bedankt voor je vraag, Oscar, en succes met je business.